Zo, lieve, hoop, achteruit, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Met alle plezier wens ik jullie een heel gezond, sportief en gelukkig 2023. Zo, geen bosloop, maar wel gefitnessd. Even lekker bezig geweest, 1 januari, goed begin, is het halve werk. Laten we maar even zeggen. Dus, daar gaan we maar voor. Het was gisteravond rustig. Een beetje zelf voor gekozen. De kinderen waren, of tenminste op de jongste na, de anderen die waren weg. En ja, ook nu loopt het weer als een klein draadje door dit geheel heen. Natuurlijk mijn moeder, vorig jaar overleden. Ja, nou kan ik zeggen vorig jaar overleden. Ja, weet je, is het dan toch wel weer even apart. En mijn vader had gevraagd om mee te gaan naar vrienden van ons. Waar ik nu ook net overigens vandaan kom. En ja, ik had daar eigenlijk nou vandaag niet zo, of tenminste gisteren niet zoveel behoefte aan om daarheen te gaan. Dus ja, dat. En natuurlijk krijg je dan de vraag waarom. Nou, daarom. En ik ben even naar mijn zus geweest, die waren ook samen met een man alleen thuis. Die woonde een paar over straat verder dan waar ik woon. En ja, ja, even daar geweest. Ja, en dan zit je daar en dan ben je daar. En dan, ja, dan heb je toch zo'n gevoel van dat het anders is. Natuurlijk, normaal gesproken, vandaag 1 januari. Zou we erheen gaan en dan ga je dit doen. Of juist met oudjaarsdag niet eventjes langs. Dat is nu niet. En dat maakt het dan anders. Gisteren eventjes met mijn dochter naar haar geboorteplaats geweest. In het kapelletje even een kaarsje aangestoken. Ja, dat zijn dan toch van die speciale momenten en speciale dagen. Dan, ja, dan heb je dat. Nou, aan de andere kant had het weer een beetje een voordeel natuurlijk, omdat je dan niet zo veel drinkt. Want ik had gisteren maar 2 bakertjes op en een biertje en dat was het eigenlijk. Dus ja, dat viel best wel mee. Maar ja, omdat je dus dan dat niet doet, daar ben je ook weer voor op. En ben ik weer weer sporten. Ook goed, helemaal top. Dus. Nou, ik ben even bij die vrienden van ons voorbij geweest en ik heb wat spullen achter in de auto die ik nu ga langsbrengen bij de zus van die vrienden, want die hadden daar wat spullen en dat is op de weg naar huis. Dus daar ben ik nu naar onderweg om dat even bij hun af te geven, even te droppen. Nou, eerst eentje, je denkt dat hij de straat voor zich, voor de straat voor zichzelf alleen kan opeisen, helaas. Dus, bij deze ga ik zeggen, nu alvast, dit is echt een hele korte vlog, maar ja goed, ik ben al bijna daar bij die vrienden. Dan zeg ik tot de volgende keer, de volgende week hoop ik weer gewoon een loopvideo te kunnen maken, vanuit het bos. Nou, het was natuurlijk klote weer, dus ben ik meteen aan de fitness gegaan. En dan zie ik jullie volgende week weer terug, en dan zeg ik met een hele korte, tjo, volgende week. Dus. Ik zeg duimpje omhoog, even abonneer op dit kanaal en dan zie je de volgende keer terug. En dan zeg ik tot de volgende keer met een hele korte ciao.